Ik was 10 jaar toen de oorlog begon. Ik was net zo oud als Anne Frank was. Dus ik scheelde nog geen week in leeftijd met Anne Frank. Okay. En zij was toevallig Joods en heeft het niet overleefd. Ik was toevallig niet Joods en ik heb gelukkig enig verzetswerk kunnen doen. Hier is een herdenking van de februaristaking in 1941. En in 1941 heeft de Communistische Partij in Amsterdam het initiatief genomen om te protesteren tegen de Duitse jodenvervolgingen die toen pas daarvoor begonnen waren. Er zijn in februari 1941 zijn er ruim 400 Joodse jonge mannen hier op ditzelfde plein bij elkaar gearresteerd allemaal door de Duitsers. Ze zijn weggevoerd naar Mauthausen en maar 2 hebben het overleefd. En daar was de hele Amsterdamse bevolking zo woedend over dat die oproep van de Communistische Partij om te gaan staken op 25 februari, die vond een enorm gehoor. Dat tienduizenden Amsterdammers hebben toen gestaakt en de Duitsers waren eerst perplex, want dat is nooit ergens anders in de wereld ooit gebeurd, dat daar geprotesteerd werd tegen jodenvervolgingen. Maar toen in de middag hebben ze hard toegeslagen en zijn er heel veel mensen gearresteerd en er zijn er 18 ter dood veroordeeld. En mijn man, zijn moeder, die had ook pamfletten verspreid en die is ook gearresteerd. Die heeft 4,5 jaar in verschillende gevangenissen en in het concentratiekamp Ravensbrück gezeten. En het is een hele goede zaak dat er eigenlijk ieder jaar tegenwoordig meer mensen komen om dat te herdenken, omdat het nu algemeen een staking tegen iedere vorm van racisme is. Ik vind het belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen komen, omdat er nu ook weer verschillende figuren zijn die één bepaalde bevolkingsgroep de schuld van alle ellende willen geven. En diezelfde symptomen als je in de 30er jaren in Duitsland van de Joden hebben het gedaan, is er hier nu zo'n figuur van de moslims hebben het gedaan. En wij zijn tegen iedere vorm van racisme. Ieder mens is een mens. En het gaat er niet om wat je afkomst of je godsdienst is. Het gaat erom of je een goed of een slecht mens bent. Ik wil iedereen oproepen om in eigen omgeving, als je mensen bepaalde bevolkingsgroepen ergens de schuld van hoort geven, op te roepen van ga daar tegenin. Want er zijn goede en slechte mensen onder alle nationaliteiten en onder alle godsdiensten en alle kleuren. Dus je hebt goede en slechte Nederlanders net zo goed en alle volkeren in de wereld. Ik geef gastlessen op scholen bijvoorbeeld, om de jeugd van tegenwoordig te vertellen van hoe gevaarlijk of waar racisme uiteindelijk toe kan leiden. Tot de concentratiekampen, tot massamoord enzovoort. Nou, ongeveer wat ik nu ook zeg, daar besluit ik mijn lessen aan de kinderen op school ook meestal mee. Van, kijk uit, loop niet achter iemand met een grote mond aan, maar denk na bij wat je doet. Nou, dat gaat via het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Daar wordt het georganiseerd. Die hebben nou een dikke 100 mensen nog in het hele land verspreid die op scholen kunnen spreken.